It seems to me a strange thing, mystifying, that a man like you can waste his time on women of her kind. Hey, good, hey. Yes, I can understand that she abuses, but to let her kiss you, stroke your hair, that's hardly samen met ons afscheid te nemen en het werk en leven te vieren van een bijzonder mens. In ieders leven komt wel eens iemand voorbij die een inspiratiebron is voor velen om hem heen. Iemand die zijn omgeving tot nadenken stemt. Een visionair, begenadigd spreker, motivator, buitengewoon getalenteerd in zijn vak en bovenal een boodschapper van de universele liefde in tijden waarin we deze harten nodig lijken te hebben. Ik ben nog steeds zoekende. Maar wat ik wel weet is dit. Hoe hartverscheurend de ironie rondom jouw nalatenschap ook lijkt, voor ons zal één ding hierin centraal staan. En dat is de positiviteit van jouw boodschap. Van jou hebben we geleerd de wereld, het hier en nu, te ervaren als een heilige plaats en ons bestaan te eren door ons uit te drukken in liefde en kunst. Sing out for yourselves, for you are blessed, gaf je ons ooit mee. Daarom doen we vandaag precies dat. Lieve JC, dankjewel voor je inspiratie.